Hallo lieve steenbokken, leuk dat jullie weer kijken. We zijn aanbeland bij week 21, 23 tot en met 29 mei. Het is een algemene reading, het kan zijn dat je niet alles kan plaatsen, maar haal er vooral uit wat je nodig hebt. We gaan eens kijken naar je hoofdthema. Hoofdthema voor de steenbok. Ik heb het gevoel dat een aantal van jullie heel veel moeite hebben met emoties. Het kan deze week dus wat zwaarder zijn. Moeite hebben met dingen uit te spreken. Oké. Er vallen er meerdere kaarten uit. Ja, het is vooral van belang dat je weer gaat openstaan. En als je openstaat, kan je veel meer ontvangen. En weten we ook vaak waar we aan toe zijn. En ik had het net over emoties, maar weet dat dat ook iets natuurlijks is. En dat mag je ook best wel laten zijn en het laten zien. Want het zorgt ervoor dat we dingen op kunnen lossen, waardoor we weer vooruit kunnen gaan. En dat heb je op dit moment nodig. Je bent de berg aan het beklimmen en terwijl je die berg aan het beklimmen bent, is het niet gek als je af en toe wat emoties tegenkomt. Je bent je er ook wel van bewust, maar het is nu belangrijk om dingen los te laten en weet dat ze je helpen. Dus trek je even terug en neem je tijd ervoor. Neem de tijd om tot jezelf te komen en even ook je emoties te delen. We gaan eens kijken wat je verder deze week kan verwachten, lieve steenbok. Ja, het is heel belangrijk deze week dat je goed blijft concentreren. Hou goed voor ogen met wat je graag wilt. En het is belangrijk dat je wat gaat doen met je emoties en gevoelens. En ja, hier staat ook eigenlijk, spreek ze uit. Maar je komt ook in sommige gevallen van best ver. En je kan het dan niet in één keer overkoepelen. En ik merk dat je het soms wilt wegduwen. Lieve steenbok, maar het is van belang dat het eruit komt, zodat je weer stabiel kan gaan groeien. Je staat nu voor een keuze, ga links of ga rechts. En volg hierin je gevoel, het maakt niet zo heel veel uit welke deur je neemt. Als je het maar op je gevoel kiest. Ik merk ook dat piekeren op een gegeven moment wat minder wordt, maar je vindt het spannend. Je gaat naar het onbekende en dat maakt het zo spannend en eng. Want waar beland ik dan en ga ik het daar leuk hebben en hoe gaat het dan verder verlopen? Maar doe dingen vooral met passie. Laat het vuurtje in jezelf branden om vooruit te komen. Ga juist zitten in je enthousiasme en verhoog je eigen energie. Want hoe meer je gaat doen wat je leuk vindt en als je die passie weer naar voren kan brengen, dan wordt het allemaal veel en veel makkelijker. Ik ga nog eens kijken naar wat voor positieve boodschap ik jou mag meegeven, lieve steenbok. Dat is deze. Laat dingen vooral op over je heen komen en verwacht niet te veel. En als we niet te veel verwachten, of als we niks verwachten, dan ineens gaan dingen lopen en dan wordt het gemakkelijker. Hoe meer je verwacht, hoe meer je gaat nadenken en hoe lastiger het wordt. Lieve steenbok, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Zo ja, abonneer op dit kanaal en volg me verder op Facebook of Instagram. Heb je nou echt zin om intuïtief aan de slag te gaan met creativiteit? Neem een kijkje op mijn Facebookpagina. Want 1 juni geef ik de workshop Bij je was op je intuïtie. En we gaan hele mooie schilderijtjes maken. En die gaan we lezen voor jezelf of voor een ander. Lijkt dat jou leuk? Neem een kijkje en schrijf je snel in. Daarnaast wil je een 1-op-1 reading? Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. En maak een afspraak. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken, lieve steenbok. En wie weet, de volgende keer.